Bij de 8- en 10-jarigen een hele spannende finale. Lars Smit de winnaar, Keijer Solen 2 en Thomas Donewaard de derde plaats. Ja, Lars, het was een sprint vandaag, of niet? Ja. Maar dat ging je heel goed af? Ja. Wat dacht je in de wedstrijd toen je richting de finale ging? Nog een poging gedaan om weg te rijden? Ja, een klein beetje. Maar toch, in de sprint heb je het heel goed afgemaakt. Ja, de tweede plaats hier vandaag voor Keijer Solen. Keijer ook proficiat met z'n tweeën naar de finish. Wat denk je dan? Nou ja, je had wel willen winnen, maar zo is het ook goed. Ja, een hele mooie tweede plaats. Natuurlijk ook super. En ook punten voor jou in dit klassement. Heb jij onderweg nog gedacht, ik ga even bij Lars er vandoor? Ja, wel een paar keer, maar dat lukte niet. Hey, jullie zaten als een elastiekje aan elkaar verbonden. Ja. Ja, hele mooie wedstrijd met een hele mooie eindsprint. En dan de sprint om de derde plaats. Thomas Donewaard. Thomas, ja, samen met Anne, dat was nog even spannend die laatste ronde, of niet? Ja, dat was gewoon heel spannend. Ja, we zagen ook toch wel een vrij groot gat tussen de eerste twee. Heb je met Anne nog een poging gedaan om het tempo wat te verhogen en naar die eerste en tweede plek toe te rijden? Ja, dat hebben we gewoon geprobeerd, maar dat lukte niet. Ja, het weer was vandaag lekker goed. Lekker zonnig weer. Mooie wedstrijd en een hele mooie sprint. We zien jou volgende week ook weer. Denk het wel. Ja, denk het wel. Thomas Donewaard ook een van die deelnemers. Mannen, heel erg bedankt en tot de volgende wedstrijd volgende week hier bij de ATB-vereniging.